Partners van TVL Lifestyle zien De Valkenier, Eurohandelsonderneming en Vital Acne Instituut. Vandaag. Ik begin hier bij Pretpark De Valkenier in Valkenburg, waar alles om beleving draait. En het leuke is dat ze ook een seizoenskaart hebben waar je het hele seizoen gebruik van kan maken. En laten we eerlijk zijn, je kunt er nog geen tas boodschappen verkopen. Patty, die gaat naar Acne Instituut Vital in Veldhoven. En ik eindig bij mijn grote vriend Wim bij Eurohandelsonderneming in Heerlen. Genoeg te doen dus. Welkom bij TVL Lifestyle. Nancy, jullie gaan al heel wat jaartjes terug, hè? Ja, dat klopt. Mijn overgrootvader is inderdaad begonnen met een roervijver aan een speeltuin. Mm-hmm. Toen is mijn opa ook begonnen, de dadergeneratie. En de tweede generatie, dat is mijn vader. Ja. En die heeft diverse attracties geplaatst. En ik heb inderdaad de vierde generatie overgenomen van mijn vader en mijn oom. En ik heb vader ook diverse nieuwe attracties nog laten plaatsen. En hoe was het nou voor jou om als kind hier op te groeien in zo'n park? Ja, ik vond het helemaal geweldig natuurlijk. En sowieso voor, ja, als je zo klein bent en dan allemaal dingen wat heel erg groot zijn. En ik heb eigenlijk altijd hier gespeeld van klein af aan, dus altijd alles meegemaakt. En op een gegeven moment had ik ook een leeftijd dat ik hier kon komen werken. En toen ben ik komen werken, dat vond ik helemaal geweldig natuurlijk. En toen ben ik opgegroeid eigenlijk, hoger functie gekregen. En toen heb ik het in 2008 overgenomen van mijn vader en mijn oom. Je vertelde zojuist, de eerste generatie is begonnen met een roervijver en een speeltuin. En door de jaren heen, wat voor veranderingen hebben jullie doorgevoerd? Nou, we hebben eigenlijk de derde en de tweede generatie, die hebben eigenlijk attracties meer geplaatst. Mm-hmm. Toen heb ik het overgenomen, dus ja, de vierde generatie. Ik heb dan nieuwere attracties geplaatst. Dat is de Dancing Queen wat achter ons staat. Yeah. Dat is de waterglijbaan de Cobra. En dan hebben we de Dino World. En ik heb ook diverse oudere attracties nog facelifts gegeven. Dus dat is Wii Safari Park en inderdaad de Dino World. Heb ik ook nog een beetje een facelift gegeven. En hoe is het nou voor jou om zo'n park te runnen? Ja, helemaal geweldig. Toen ik dus het park inderdaad kon overnemen, toen was het begin natuurlijk een beetje even wennen allemaal. Dus mijn vader en mijn oom moesten mij natuurlijk ook steunen. Toen heb ik het meer en meer natuurlijk proberen over te nemen. En dat is onder andere ook gelukt. Ja, dat kunt u wel zien inderdaad. Ja. Dus het is een mooi groot park, verzorgd park geworden. Dus ja. We zijn er heel erg blij mee. En je zegt een heel groot mooi park. Is het voor alle leeftijden? Ja, dat is een leeftijd eigenlijk van 2 tot en met 12 jaar. Maar ook natuurlijk voor de ouders is het heel gezellig. Dus we hebben een leuk terrasje, daar kunnen ze lekker zitten, koffie drinken, eten. En het is ook heel leuk voor de grootouders, dat ze ook met de kinderen ook hier naartoe kunnen komen.
Dit is een seizoensbedrijf. Van wanneer tot wanneer zijn jullie geopend? We zijn geopend vanaf Goede Vrijdag. Dat is in april is dat. Mm-hmm. En we zijn geopend tot en met 20 oktober. En de dagelijkse openingstijden? Want ik hoorde zojuist dat er iets omgeroepen werd. Ja, in juli, augustus zijn we inderdaad geopend van 10 tot 6 uur. Mandy, jij bent ook lid van deze familie. Ja. Maar hoe verdelen jullie de taken onderling? Nou, we doen eigenlijk alles samen. We zijn als het ware twee handen op één buik. Mm-hmm. Alle werkzaamheden doen we samen verrichten. We wisselen elkaar af met kantoorwerkzaamheden en ook hier beneden op het terrein het personeel. En nu zitten we in een safari ride. Ja, ja. Kun je daar iets over vertellen? Nou, dit is een attractie die al een hele tijd in de Valkenier staat. Eigenlijk bijna vanaf het begin al. We hebben hem gefacelift. En daar hebben we eigenlijk de safari-dieren eraan toegevoegd. En ja. Voor de kinderen gewoon eigen belevenis te maken alsof ze door een echte safari gaan. Ja, ja, je ziet ook de leeuwen. Ja, inderdaad. Ja. Mooi groen. Ja. Je hoort een beer brullen, je hoort een leeuw brullen, je hoort de apen, hoor je. Ja. Alle geluiden die in een safari voorkomen worden hier nagebootst. Dus het is net echt voor die kinderen. Ja. En Nancy gaf het net ook al aan. Voor de ouders is het natuurlijk ook echt heel erg relaxed. Ja, dat klopt. Ja, de ouders kunnen ook ergens gaan zitten en de kinderen kunnen gewoon gaan spelen. Maar de ouders kunnen ook overal in met de kinderen. Mm-hmm. Dat hebben we extra zo gemaakt. Ja. Dat de ouders overal in kunnen. Dus ook de hele kleintjes kunnen van alles genieten. Ja. Ook al zijn ze nog niet groot genoeg om ergens alleen in te kunnen. Mm-hmm. Stel, een school wil een schoolreisje organiseren. Is dat ook mogelijk? Ja, dat is zeker mogelijk. Dit jaar hebben we het rondrit met het treintje ook heel gratis voor de scholen. Ja. En de ervaring is dat heel veel scholen ieder jaar toch terugkomen naar dit park, omdat ze het gewoon hartstikke leuk vinden voor de kinderen. Ja, te gek. En een verjaardagsfeestje, ik noem maar wat? Dit is ook te organiseren. De kinderen hebben in het arrangement de entree en een kindermenu. En een kindermenu bestaat uit frietjes met een snack, mayonaise, iets te drinken. En alle kindjes krijgen ook nog eens een verrassing. En daarbij is ook weer het rondrit met het treintje helemaal gratis. Wat mooi, wat zie je er mooi uit. En wat gaat het worden? Ze weet het zelf nog niet wat ze gaat worden, want ik mocht kiezen. Ja. Ze had zelf niet echt een idee, geen voorkeur. En dan mocht ik iets moois van haar maken. En mogen de kindjes vaak wel zelf uitkiezen wat ze normaal gezien worden? Kiezen ze zelf. Maar ik werk altijd zonder voorbeelden. Dus ze zeggen wat ze willen en dan maak ik dat. Ben je benieuwd hoe je eruit gaat zien? Ja, je hebt ook hele mooie glittertjes. Het staat heel mooi bij je blauwe oogjes. Nou, is dat niet mooi? Kan ik dit pretpark nou verlaten zonder de belangrijkste figuur even ontmoet te hebben? Snoopy, gezellig hè? Ja. Maar ik kan het toch niet laten, ik moet ook nog heel eventjes in die achtbaan. Je gaat zeker niet mee hè? Nee. Dat is jammer. Welkom bij TVA Lifestyle. Ik ben een aantal kilometer over onze Limburgse grens in Veldhoven, waar ik bij Vital Acne Instituut even te gast ben. Bij Loes, die al jarenlang zich inzet voor het behandelen van acne. Dat blijft natuurlijk een groot probleem voor velen. Take me back to that place where I can feel the rays of sunshine on my face. Loes, als mensen denken aan huidproblemen, dan denken ze vaak aan pubers en vet eten, maar niets is minder waar, hè?
Vet eten is niet het enige natuurlijk. Men kan ook overgevoelig zijn voor hele gezonde dingen, zoals een appel, een glas melk, bij wijze van spreken. En leeftijd, als er acne ontstaat, dan ontstaat het in de puberale fase. En ja, men sukkelt daar vaak heel erg lang mee rond, hè. Zelfs de napuberale fase, men heeft van alles al geprobeerd. En niets werkt en dan uiteindelijk komen ze natuurlijk toch wel hier terecht. Maar we hebben ook mensen die in de napuberale fase het pas krijgen. Dus als ze 5, 26 jaar zijn, hè, en dat sukkelt dan door tot bijvoorbeeld een jaar of 40, ja, dan is men het onderhand spoeg en spoeg zat. Ja. Want je wil dat niet, want het vreet aan je ego, het vreet aan je zelfvertrouwen. Het doet iets met de mensen wat heel verborgen is. Ja, je klinkt heel ervaren. Hoe lang zit je al in dit vak? Nou, heel erg lang. Meer dan 40 jaar. Heeft u wel eens last gehad van jeugdbuisjes? Ja, vroeger, hè? In jeugd, hè? De laatste 30 jaar niet meer. Hè. En heeft u daar wat aan gedaan toen? Nou, nee. Gewoon niks. Uitknijpen volgens mij op de spiegel. Maar volgens mij is dat niet zo goed, nee, hè? Nee, volgens mij ook niet. Maar als ik u deze foto laat zien, wat gaat er dan door u heen? Ja, dat is een jongen die daar denk ik wel een beetje last van heeft. En volgens mij is het wel een bekende jongen geworden, Maarten. Ja, dus dan ken ik hem. Dat klopt. Ja. Maar als je hem zo ziet, hè? Kunt u zich dan voorstellen dat hij daar iets aan kan doen? Ja, want tegenwoordig zijn er wel middeltjes en zalfjes en smeerseltjes volgens mij. En deze foto wat ik u nu ga laten zien is niet gefotoshopt. Maar dit is hem dus nu. Ja, nee, precies. Ik zei al, volgens mij ken ik hem. Ja. Ja. Denkt u dat zijn leven daardoor veranderd is? Ik denk het wel, ja. Ja, ik kan me wel voorstellen. Wat maakt het vak zo mooi voor jou? Het mooiste van het vak vind ik dat je mensen echt daadwerkelijk kan helpen. Acne is een enorm groot probleem, maar ook een heel erg emotioneel beladen probleem. En mensen die hier komen, die komen natuurlijk niet voor het eerst met hun acne ergens. Die hebben al hun schoenzolen versleten naar diverse instanties, naar diverse artsen, naar dermatologen. En uiteindelijk komen ze hier omdat men weet dat wij zowel de binnenkant aanpakken als de buitenkant aanpakken. Ja, en je moet ergens op een goede manier gaan beginnen. Je kan niet zeggen van nou oké, we stoppen het maar vol met medicatie. Een gezond lichaam vol met medicijnen die eigenlijk geschikt zijn voor hele andere problemen als men echt heel erg ziek is. Of bijvoorbeeld een dianepil, hè, wat natuurlijk een anticonceptie is. Ja, dat is ook heel veel over te doen geweest, hè? En wat natuurlijk een anticonceptie is, maar wat ook voorgeschreven werd voor acneproblemen en nog steeds overigens. Ja, en hebben we toch te maken met bijvoorbeeld pubers die nog steeds niet eigenlijk uitgegroeid zijn, die dan anticonceptie op 12, 13, 14 jaar gaan gebruiken om hun acne te onderdrukken. Ja, waar zijn we dan in vredesnaam mee bezig? Pak het op een hele goede manier aan. Wij zijn geen schoonheidsspecialisten, we zijn acne-therapeuten. En dat betekent dat alle mensen hier ook een speciale opleiding hebben gedaan om dus dan de acne op de manier aan te pakken zoals wij hem aanpakken. Kent u Marianne Vos, een wielrenster? Ja. Ja. Als u naar haar kijkt, hè, wat ziet u dan? Ja, puisje, ja. Beetje... Ze had vroeger heel veel puisjes, hè? Ja, klopt. Kijk, ja. Zo was ze vroeger. Ja. En nu is ze zo. Helemaal goed. Ja. Mooi, hè, dat er tegenwoordig ook behandelingen voor zijn, hè? Ja, super voor zulke mensen. Ja. Wat denkt u dat er voor hun verandert? Ja, hun zelf-image, denk ik. Hun zelf, ja. Een heel ander leven krijgen ze daardoor, hè? Ja. Wat een verandering, hè? Heel goed, ja. Ja. Ja, ik denk dat ze een stuk gelukkiger is. Hey. Hoe is het? Goed? Ja, ik heb afscheid met Luc. Okay. Mag je even deze kant op komen? Is goed. Hoi. Hey, Sabrina, hoe is het? Goed. Alles goed met jou? Je komt voor naakcontrole vandaag. Ja. Nou, dan gaan we eens kijken. Kom maar eens even op de stoel liggen. Ja. En dan gaan we even kijken hoe het ervoor staat. Hoe is het met het wielrennen? Ook heel goed? Ja, het gaat ook heel erg goed. Nou, kijk eens aan. Ja. We gaan even kijken. Oh, het ziet er echt heel erg goed uit. Voor mij zit een hele mooie, stralende meid. Maar dat was ooit anders, hè Sabrina? Ja, inderdaad. Ik heb eigenlijk altijd al last gehad van acne. En ik heb eigenlijk alles al geprobeerd bij de drogist. Alle cremetjes. En ik was echt heel erg onzeker over mijn huid en niks hielp. En door Marianne Vos ben ik eigenlijk bij Loes terechtgekomen. Ja, want ik heb me laten vertellen. Je bent een tweede Marianne Vos, hè? Nou, ik ben wielrenster en veldrijster bij het Rabo Lift Giant Team. Hetzelfde team als Marianne Vos.
En ja, door haar ben ik dus hier terecht gekomen. Ja. Maar je vertelde net al dat je toch wel heel veel problemen had met die acne. Werd je ook echt belemmerd daardoor in je dagelijks leven? Ja, ik was heel erg onzeker op mijn gezicht. En ik had een dikke laag foundation had ik op mijn gezicht om het maar een beetje weg te werken. Zelfs maar... als je op de fiets zat? Ja, zelfs als ik op de fiets zat. En ja, dan was ik wel heel erg met mijn prestatie bezig. En dan kwam ik over de finish en ik had bijvoorbeeld een podiumplek behaald. En dan dacht ik van, oh shit, ik moet het podium nog op met mijn gezicht. En staan er fotografen echt allemaal te knippen. Dus en je kon eigenlijk niet optimaal genieten van jouw prestatie op dat moment? Nee, inderdaad. Ja, als ik over de finish kwam wel. Maar daarna dacht ik van, oh, ik moet het podium op met mijn acne op mijn gezicht. Sabrina, hoe heb jij die behandelingen ervaren? Ja, heel erg goed. Ik word hier altijd heel erg spontaan en leuk ontvangen. En het is een ontspannen sfeer hier. En de behandeling zelf is ook heel relaxed. En ja, ik ga hier ook altijd met een glimlach zeg maar, de deur uit. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen thuis denken van, doet het geen pijn? Nee, het doet geen pijn, nee. Dus het is eigenlijk ontspannen, ja. Kom je er mooi uit. Ja, klopt. Hoe ziet zo'n behandelplan eruit? Nou, wat heel belangrijk is te weten is het feit, we hebben een 4-stappenplan. Dat betekent 2 stappen aan de binnenkant en 2 stappen aan de buitenkant. Want als je aan de binnenkant niks doet, dan schiet je aan de buitenkant dus ook echt absoluut niet op. Je moet met de basis beginnen. Dus dat betekent, we starten met een voedselallergietest en we starten met een ontgiftende fase. Dan heb je natuurlijk die binnenkant, heb je al op een hele goede rit staan. Mm-hmm. Dan moet het verder ook nog behandeld worden en behandelen. Dat betekent alles wat in de huid zit, wat er niet in thuis hoort, vergelijken we een handvol met splinters bij wijze van spreken. 2 of 3 splinters groeien er spontaan uit. Al die andere 40 die erin gaan zitten, gaan stuk voor stuk ontsteken. Dus die splinters, die moeten eruit. En hetzelfde met die propjes, met alles wat in die huid zit, wat er niet in thuis hoort. Het lichaam gaat er tegen ageren, zorgt dat het gaat verstoppen. Nou ja, en dan hebben we natuurlijk de actieve vorm van acne. Je zegt, dan zou je er iets aan doen? Foundation poeder. Iets van spul waar je het weg mee kan halen of zo. Puistenspul. Ja. En als het dan niet helpt? Naar zo'n specialist gaan die het weg kan halen. Ja, heel goed van jou. Want er zijn natuurlijk wel behandelingen waar je het dus mee kan oplossen. Want dezezelfde jongen, ga ik je een foto van laten zien. Ziet er nou, en is niet gefotoshopt, ziet er nou zo uit. Oh my god. Echt? Echt waar? Dat kan niet. Dat is best knap. Hij is best wel knap. Ja, hij heeft zijn beugel eruit. Mooi toch? En een hele mooie huid. Ze komen eerst voor een informatiegesprek natuurlijk, hè, zodat we ook weten wat we te doen hebben en wat voor soort, wat voor vorm van acne het is. Nou, bij de eerste behandeling, dan zijn de mensen natuurlijk ook wel een beetje angstig, want ze weten niet exact wat er gaat gebeuren. Maar het wordt precies uitgelegd, we stellen de mensen op hun gemak en dan valt het heel erg mee. Er zijn natuurlijk mensen bij die iets gevoeliger zijn dan de ander. Helemaal pijnloos is het niet. Maar het is echt niet zo dat je zegt van, oh wat vreselijk, ik lig hier echt pijn te lijden. Absoluut niet. Nee. Hoe groot is het slagingspercentage? Je moet ervan uitgaan dat we in 98% van alle gevallen, en dat is heel erg veel, een heel positief resultaat kunnen geven. En dat heeft weer te maken met natuurlijk het 4-stappenplan. Ja, wat een fantastisch instituut hier. En voor velen begint hier dus een nieuw leven. En dat allemaal in Veldhoven. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van TVL Lifestyle. Vandaag ben ik weer bij Eurohandelsonderneming in Heerlen. En Wim, hoe kan het ook anders? Die is er gezellig bij vandaag. En die gaat me van alles vertellen over decoratieve elementen in je tuin. Mooi hè? Daar gaan we nog veel meer van zien vandaag. Decoratieve elementen, daar gaan we het dus over hebben. Ja, dit is onder andere een waterpartij. En als die uit is, is het eigenlijk een heel mooi decoratief element. Dit is gemaakt uit basalt, dus ook een natuursteen. En ook weer frappant is hier, dit is eigenlijk helemaal handwerk. Oké, en je hebt meerdere voorbeelden die je me laat zien vandaag. Tientallen, met licht, zonder licht. Je kunt eigenlijk zeggen van, we gaan het hebben in totaliteit over water, licht en vuur. Mm-hmm. Aarde, daar staan we op, dus daar blijven we even bij. De oerelementen komen van pas en laten we zien.
ander dingetje, wat strakker, niet met van die hele erge ronde vormen, mm-hmm. is eigenlijk deze. Dit is graniet. Heel frappant is, kijk, hier zie je bijvoorbeeld gepolijst graniet. En dit is niet gepolijst, het is gewoon heel erg ruw. Mm-hmm. Maar ook hierbij geldt, hier zit een verlichting in. Mm-hmm. Dat water, dat is s'avonds natuurlijk heel erg prachtig, schitterend. Dat is erg romantisch en weet ik veel. Van alles wat je bedenken kunt. Wat hieronder zit, is eigenlijk gewoon alleen maar een bak waar die pomp in zit. En voor de rest niks. Als decoratie kun je er zelfs van deze blok omheen leggen. Wat van dit splitter overheen. Nee, je hebt een heel ander ding. Moet je dan zorgen voor een wateraansluiting? Nee. Dit is een waterdichte bak. Eigenlijk een hele grote bloemenbak, zeg maar, zonder gaten. Daar zit water in, daar zit de pomp in. Daar zit eigenlijk alles in wat er nodig is. Het enige wat er nodig is eigenlijk dat je elektriciteit ertoe. Anders doet die pomp het niet. Mm-hmm. En doet die verlichting het niet natuurlijk. Okay. En los van het feit dat het 's avonds heel mooi licht geeft. Luister. Banana. Niet. Eigenlijk een hele leuke constructie. Dat is weer heel wat anders dan wat we hebben en wat je net al gezien hebt. Mm-hmm. Hier heb je ook niet zoveel plek voor nodig. Hier zit ook alles in wat er nodig is om dit hele ding spel aan de gang te krijgen. Kijk, voelen ze hoe zwaar? Jezus! En dan moet je die eens erop leggen. En nou zie je die verlichting goed. En nou zie je dat hier water uitkomt. Ja. Nou, dan moet je die er eens opleggen. Ik krijg uit voor je mouw. En dan een zetje geven. Zo. En dan blijft hij. En dan blijft hij door het water, wat er onderdoor komt, dat wat hier tussen die ring in loopt, blijft die bal bewegen. Door die bubbeltjes in die glazen bol, dat geeft natuurlijk een heel speciaal effect samen. Luister eens. Luister nou eens. Luister eens. Water ligt een vuur vandaag, hè? Ja. En water geen gebrek. Nee, daarom, ik heb ook een paraplu voor je gehaald, omdat je anders loopt te krijzen vanwege je haar natuurlijk. Ja. Maar je ziet het, hier heb je eigenlijk een heel groot spel, een heel groot waterspel. Hieronder zitten allerlei pompen en die pompen het water daar naar boven. Ja. En dan komt het zo, je ziet het, dat is, ja. Ja, dat is prachtig. Ja. Maar als leek kun je dit denk ik niet echt alleen aanleggen. Nou, het hangt van je eigen creativiteit af. Ik bedoel, natuurlijk kun je dat. Je zult misschien wel hulp nodig hebben in de vorm van advies. Maar eigenlijk kun je het zelf ook gewoon helemaal zo inrichten als je zelf wil. Dit kun je thuis ook maken als je een grote tuin hebt. Ja. Wie droomt er nou niet van zo'n waterparadijs? Ook een waterpartijtje. Het frappante is, dit is helemaal graniet. Mm-hmm. Kun je voelen. Voel. Kijk, dit is grof. Grof. Dit ja. is helemaal uitgekapt, helemaal ook met de hand. En hier, het randje, alleen het randje hiervan is gepolijst. Moet je voelen het verschil. Oh, dat is veel geladig. En dan moet je kijken, je zet zo'n ding eigenlijk in een omgeving neer. Je zet wel planten mee. Moet je zien hoe leuk dat is. Dat is gewoon hartstikke leuk. En dat erachter, hoe werkt dat? Dus eigenlijk zijn dat een heel ingewikkeld systeem. Voor mij dan toch. Ik bedoel, ik zie er alleen maar water uitkomen. Maar het vernuftige zit ook weer onder de grond, zo maar te zeggen. Die stralen, die worden verlicht. Dus het gevolg is, als je s'avonds in je tuin zit, dan heb je eigenlijk lichtstralen van water die gewoon helemaal verlicht worden. En je kunt het thema veranderen van het spuiten, het op per 2, op per 3 of andere verlichting erin zetten. Dan krijg je een andere kleurstraal. Die mooie ronde ballen hè, die we net ook eerder zagen, die staan hier ook weer. Dan vraag ik me af, omdat het zo mooi schittert, is dat dan ook echt glas? Dat is echt glas. Daar heb je een vierkante, die hoge vierkante. Ja. Dat is glas. Geloof je niet? Hier is het is ook zwaar. Het is net zo zwaar als... Dit kan plastic niet. Die schittering die daarin komt is... Je zou haast zeggen, het lijkt wel kristal. Nou, dat is het niet, maar het is gewoon glas. Weet je wat eigenlijk heel frappant is? Hm? Dit is een modern product. Dat is beton. Dit is gewoon een betonsteen. In deze omgeving met een granieten waterpartij of een waterornament. Als je hem uitzet heb je een sculptuur. Mm-hmm. Het frappante is dat dit is misschien een paar miljoen jaar oud. Nog leuker is eigenlijk als je... dit komt uit China.
En ik ben in Sierra geweest, daar heb je mensen zitten, die zitten in een hal of buiten, ja. Of het is altijd mooi weer daar. En die kappen die dingen uit. Er is, als de man die bij die mens bij die fabriek werkt weggaat, gaat zijn model mee naar een andere fabriek. Dus het is echt handwerk. Echt handwerk. Ik heb dat ding gezien, daar hebben ze een granieten zuil liggen van 5-6 meter lang. Daar gaan ze, de kappen ze de mooiste leeuwen en drakenkoppen. Maar dat is allemaal handwerk. Dat is toch wel bijzonder, hè? Ja. Hedendaags, gecombineerd met iets wat al heel, heel, heel oud is. Ja. Wim, dank je wel weer, hè? Ik heb zoveel moois gezien vandaag. Ik heb het heel graag gedaan. Dat weet ik. Maar ik ga nog eventjes genieten van een paar hele mooie waterpartijtjes. Vind je dat goed? Oké. Moet je luisteren. Dat sprankelende, dat is allemaal wel heel mooi. Maar dat water, dat is toch wel echt heel rustgevend. Mooi geluid. Partners van TVA Lifestyle zien de Valkenier, Eurohandels onderneming, Vital Acne Instituut, LDH Moda en Hair & Beauty Marijke Paradiek.